Was het een onverwachte 1 april grap? Een mystieke reïncarnatie van de Schillenboer? Een stunt van de carnavalsvereniging? Aalst en Waal keek even vreemd op toen in 2016 de afvalfiets werd voorgesteld als alternatief voor de vertrouwde vuilniswagen. Het was echter geen grap, maar een serieuze poging om op een alternatieve manier de scheiding van afval aan de bron te verbeteren en zo de hoeveelheid niet herbruikbaar restafval te verminderen. Er volgde een proef van een jaar in 1 wijk van de gemeente Waalre. Deze proef leverde, volgens voorstanders van de afvalfiets, een positief resultaat op. De gemeenteraad besloot hierop het afvalfietsprogramma in de gehele gemeente in te voeren. De bedenkingen, zowel in de gemeenteraad als bij de inwoners, blijven echter, zoals onder meer blijkt uit de zeer verschillende reacties op social media. Vooral de waarde en de kwaliteit van de gehouden enquête in de proefwijk staat ter discussie. De centrale vraag die uiteindelijk beantwoord moet worden is: hebben we hier te maken met een fenomeen dat daadwerkelijk het welzijn van de inwoners van Aalst en Waalre ten goede komt, ondanks hogere kosten en meer handelingen? Of hebben we hier te maken met een leuk speeltje dat met het milieu- en duurzaamheidsargument wordt doorgedrukt? Het woord is aan de lijsttrekkers.